Ik ga even kotsen, denk ik. Thank you! Hallo lieve mensen, morgen ga ik een heel leuk experiment doen, want ik ga precies exact alles eten wat ik zelf wil. Eindelijk een challenge die je ook leuk vindt. Kijk, je bent volwassen, je bepaalt alles zelf, maar maken we daar wel genoeg gebruik van? Dat gaan we onderzoeken. Ik ga alles eten van hoe ik als kind droomde dat ik zou willen eten als ik het zelf had mogen bepalen. Of zo. Wat staat me te wachten? Spannend! Weet je wat ik nu echt het allerliefste wil? Dat ik lekker slapen, hè? Lief van je. Een kopje koffie met soja chocolademelk in bed. Gezellig met de poezels. En wat wil ik met deze boodschap? Wil jij dat maken alsjeblieft? Thank you! Moet je gewoon afdwingen, dat soort dingen. Eigen huis, hè? Hey, dapper. 1, 2, 3, 4. Wat een gezelligheid! 4 poezen en een vark. Boodschappen doen, uiteraard op de meest rustige tijd, denk ik tenminste. En ik weet nog niet waar ik trek in heb, dus ik laat me verrassen. Ik loop hier een beetje met mijn ziel onder mijn arm, want ik weet niet waar ik trek in heb. Normaal gesproken zou ik voor deze video gewoon 8 keer of zo per dag naar de supermarkt gaan en dan kopen precies waar je trek in hebt. Maar dat doen we natuurlijk niet vanwege de dingen. Boter, ben jij klaar voor de meest random boodschappen die je ooit hebt gezien? Dit. Wat is dit nou? Deze koop ik eigenlijk alleen als er 35% korting op is. Anders niet, sowieso. En ja, ik weet het niet hoor. Hoe moet ik hier nou mee? Weet je, ik denk eigenlijk dat ik gewoon zin heb in lekker kokosyoghurt. Lekker kokosyoghurt? Lekker. Lekker healthy. Ik wil croissantjes en gebakken eieren en kaas. Ja, sorry. Ik wil ook iets eten. Ja, moet ik dat voor je fixen? Moet water. Deze heb ik van de week binnengekregen. Een stuk gekregen. Ben ik heel benieuwd naar. Zijn koekjes soms ontbijt? Wie is er nog meer echt panisch as fuck over die sliertjes die op bananen zitten? Als er iets is wat ik niet aan kan. Hashtag Roma Queen. Dan komt nu het leuke gedeelte. Pindakaas, speculoos. Haverslag. En voor de finishing touch. Ook hashtag gekregen trouwens. Natuurlijk een slecht voorbeeld. Om te eten achter je bureau. Maar ik ben super excited, want ik heb nu dat abonnement op masterclasses gekocht. Dat is nu een actie. Daar heb je ongetwijfeld wel Instagram stories over gezien, want iedereen wordt helemaal doodgespamd. Maar toen ben ik vet excited om dat te gaan doen. Dus. En het is niet alsof ik sowieso al het goede voorbeeld gaf qua eten, dus
Kunnen we wel vergeten deze video. Max, weet je waar ik echt vet veel trek in heb? Nou, je kan niet opeens lachen. Oh, ik dacht hier komt nu een flauw grapje. Van die broodjes, die vegan broodjes bij Stag, die met stoofvlees of zo. Nee, rendang is het toch? Mm-hmm. Of die met kip en avocado. Jij wilt toch nog een rondje fietsen, toch? Ja, ik moet wel even. Ik ga het wel even fixen. Love you! Oh, you love sandwiches. Dit klopt. Hi! Delivery service. Ik had net mijn ogen dicht. Nou, nu mag je mond open doen. Hey! Kijk, wat een lekkerheid. Ja, ik weet niet eens of het er zo lekker uitziet, maar oh, die smaak. Al mijn pitjes uit mijn BH halen. Hallo moeder! Hey Lisbeth! Hallo! Hallo! Hoe gaat ie? Goed! Ja? Ja, het gaat supergoed. Ik heb een reuze leuke ochtend. Wat dan? Hey mam. Ja? Ik had een vraagje. Ja? Wil je... Wil je voor mij een appeltaart bakken? Jazeker, natuurlijk. Waarom niet? Wow, dat ging makkelijk. Jawel, ik vind het toch leuk? Ja, wil je dat wel doen? Natuurlijk, hoezo? Waarom niet? Nou, daar heb ik gewoon heel erg trek in. Ja hoor. Vandaag? Vandaag. Thank you! Stapje naar achter. Lekker. Ik heb een heel kleintje gebakken. Dat is goed. Want je eet hem toch maar met z'n tweeën op, hè? Ik wil je knuffelen. Ja, ik jou ook. Nee. Ja. Maar dankjewel. Je ziet er zo lekker uit. Yummy. Dankjewel. Je bent de allerbeste. Ja, maar ik wil je knuffelen. Ja, snel. Goed, het is middag en ik ben een beetje lekker aan het werk. Ik ben een beetje aan het pielen. Maar ik heb geen deadlines of wat dan ook. Dus ja, wat doe je dan? Hè? Nou, dan begin je natuurlijk met een lekker rechtenvrij muziekje aan te zetten. Want anders wordt YouTube boos op mij. En dan ga je aan de slag. Om voor jezelf een champignon te maken. Oké, avondeten. Als het nu 3 jaar terug zou zijn. Ik niet Marije was met principes rondom milieu en klimaat. En we niet in deze situatie zitten als waar we nu in zitten. Dat we thuis moeten blijven. Dan had ik nu direct naar Londen of Amerika gevlogen voor een shroomburger. Shroomburger van de Shake Shack. Ha! Maar goed, dat is niet de situatie waar we nu in zitten. Dus de next best thing is... Waar heb ik zin in? Waar heb ik zin in? Ik denk een salade. I'm not even joking. Ik ben misselijk. Hoe kan dat nou? Ik heb geen idee. Het is wel echt een lekkere taart. Is de taart niet de reden dat je misselijk bent? Hé, hey, niks over mijn moeders taart, jij. Hoe? Hij is echt heel lekker, maar... Weet je, het is ook gewoon 1 dag is het leuk om natuurlijk alles te eten wat je wil. Maar vanmiddag had ik al zin in een salade. Dus... Als je gewoon goed luistert naar wat je wil,
dan kom je vanzelf op een balans. En toch ben je nu misselijk? Ja, omdat het de eerste dag is, toch? Ja. Dus morgen, als ik dit morgen... Gewoon eten wat je zin in hebt, is goed. Ik denk wat dronken. That's my part. Misschien dat ik sugar... Mijn sugar high. Sugar high of zo, ja. Oké. Doeg, welterusten. Ik ga even kotsen, denk ik. Nou, dat was echt heel erg leuk. Maar nu snak ik wel echt nog meer naar gezond eten, vitamines, mineralen. Ik geloof gewoon heel erg dat je lichaam wil aangeven wat het nodig heeft. Maar je moet er gewoon even goed naar leren luisteren. Als je dit een leuke video vond, laat het even weten in de comments. Vind ik leuk, want ik lees alle reacties. En zie ik je volgende keer weer. Muah.